Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En ja, ik heb zoals elke keer heb ik wel weer wat te vertellen. Nou, ik had het er al eerder over. Wij zijn bezig om ons huis een beetje te upgraden. Nou, er mag wel wat gebeuren. En ja, zo gaat het bij een ander natuurlijk ook. Je woont hier al heel lang en nu is eigenlijk de huiskamer aan de beurt. Maar dat vind ik best wel een project van wat wil ik dan? Want de huiskamer nu is, zoals we dat nu zo leuk noemen, een eclectisch gebeuren. Dat betekent de bank die ik ooit overgenomen heb van een vriendin, de tafel van mijn moeder, de stoelen weer ergens anders vandaan, een salontafel van de kringloop, met andere woorden, gewoon een rommeltje bij elkaar. En het is niet ongezellig of het is niet vreselijk lelijk, maar er mag wel wat gebeuren. En ik was heel erg bezig met Pinterest en het plaatjes zoeken en oude VT-bonus. En ook uit de kringloop koop ik die dan, want die plaatjes zijn dan toch nog leuk als inspiratie. En van alles en nog wat had ik al bedacht. Maar ik kwam maar niet tot een groot geheel. Maar toen heb ik iets bedacht en misschien hebben jullie iets aan die tip. Want ik laat het dus zien, het proces, want het zal nog wel een paar maanden duren voordat alles klaar is. Maar misschien hebben jullie iets aan het idee om het te doen. Wat we namelijk gaan doen, zal ik even uitleggen. Het plafond, daar zitten gewoon van die gipsplaten tegenaan. Daar zit dus geen gips overheen, dat moet gestukt worden. De vloer is een parketvloer, maar die is al heel erg oud. En eigenlijk is die ook niet goed meer. Dus ja, ik vind parket eigenlijk mooier dan laminaat. Maar laminaat is wel heel praktisch. Dus dat wordt een laminaatvloer, dus dat moet gedaan worden. En er moeten nieuwe gordijnen en nieuwe Luxeflex komen. Sorry. Maar dat gaan we dus doen. En dan moet het dus opnieuw ingericht worden. Maar dan kleur, behang, de bank die blijft. Ik wil een andere tafel en stoelen, maar dat zal misschien even duren. Want eerst moet dat allemaal gedaan worden. Maar toen dacht ik van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En moet ik je eerlijk bij zeggen, een pensionaris en ik zijn het heel dikwijls eens. En hij laat me ook heel dikwijls doen. Dan zegt hij van nou, dat zeg jij maar, of wat vind jij mooi? Ook kleuren is jouw ding. En dan zegt hij, ja, dat vind ik mooi of nee, dat vind ik niet mooi. Dus dat komt eigenlijk altijd wel heel gemakkelijk goed. Nu, pensionado, die heeft zijn eigen stoel. En dan niet zo'n oude mensenstoel, zeg maar. Zo'n sta-opstoel of zo. Of zo'n mannenstoel. Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft een oorfortuin. En die vindt hij ook heerlijk zitten. En hij wil graag weer een oorfortuin. Want deze zit misschien wel lekker, maar je zakt wel erg diep weg op dit moment. Ik zit daar nooit in. Ik zit altijd, in verband met mijn heupen natuurlijk, zit ik op een hoge stoel. Op een soort keukentafelhoogte, zeg maar. Dat zit voor mij gewoon het allerbeste. En ik zit dus eigenlijk ook niet op de bank. Vandaar dat die bank kan blijven bestaan. Want daar zit bijna niemand op. Ja, ziet, kom, maar voor de rest niemand. En dus pensionade, die wilde eigenlijk wel een nieuwe oorfortuin. En toen dacht ik, oh, als we daar eens mee beginnen. Als dat is het focus point wordt, het focal point van de kamer. Dat is die stoel. Dus ik heb op internet gezocht naar een oorfortuin. En toen vond ik dit plaatje. Ik geloof dat het aan deze kant komt staan. Toen vond ik dit plaatje. En ik vond die stoel geweldig. Helemaal geweldig. Mooi. Die kleuren, die ruit. Nou, ik had direct ideeën hoe ik dat zou kunnen doen. Dus ik liet het dan pensionado zien en die vond hem ook direct mooi. Dus wij zijn afgelopen weekend zijn wij naar die winkel toegegaan. Het is in Alphen aan de Rijn en het is een boerderij, de schuur, de deel zeg maar van de boerderij. Het is helemaal verbouwd uiteraard, het ziet er prachtig uit. En dan hebben ze één gedeelte is wat moderner en de andere is wat klassieker. En de oorfortuin stond bij de klassieker, dus ze wisten wat we wilden. En dan kun je... Dat is die fortuin, ze hadden geloof ik 2 of 3 fortuins staan. Die schillen natuurlijk niet heel veel van vorm. Maar die ene die we gezien hadden, vonden we mooi. Er zat nu een bloemenstof op, maar die vonden we niet mooi. Maar we konden kiezen wat we wilden. We wilden heel veel stoffen. Maar die ruit die we eerst gezien hadden, die was er niet meer. Maar hij zei ook, die was niet zo helder als op de foto. Maar nu hebben we een andere gevonden. En nou kijk, ik zal het plaatje erbij doen, tenminste van de stof. En over 10 tot 13 weken is het klaar. Het wordt hier in Nederland gemaakt en de stof komt uit Engeland. Wij waren er weg van, alle twee.
We zagen die stof, dus we hadden een ruit gezien en we hadden bloemen gezien. En toen zagen we deze en toen hadden we gezien, ja, deze moet het worden. Dus dit wordt het beginpunt van de inrichting van de kamer. Dus dat is natuurlijk leuk, want ik weet al dat ik gewoon lichte gordijnen wil. Gewoon lichte, brede luxeflex. Dat gewoon een lichte vloer. Dat weet ik sowieso dat ik dat wil. Geen vloerkleed, ik heb astma en ik loop niet makkelijk. Dus er zijn twee redenen om dat niet te doen. Maar voor de rest kan ik natuurlijk maar mijn gang gaan. Hè? Dus dat wordt het idee. Dus ik neem jullie mee in dat proces. Maar dit is dus deel 1 van het proces. Nou, dus daar. En ik ga morgen ga ik weer naar het kringloop. Dat laat ik jullie volgende week zien. En dan ga ik ook echt zoeken naar huisspullen. En weet je, ik zoek gewoon een heleboel dingetjes bij elkaar waarvan ik denk, ja, dat is leuk. En als het dan later niet leuk is of het past niet in de kamer. Bij de kringloop gaat het heel dikwijls over een paar euro. Nou, dat heb ik er dan wel voor over dat ik het of weggeef of terugbreng naar de kringloop. Maar ik ga nu verzamelen met het idee in mijn hoofd van die stoel, daar wil ik iets mee doen. Dus dat als uitgangspunt te nemen. En eigenlijk vond ik het wel een goeie van mezelf. Nou, ik heb mezelf bedacht. Wie weet heeft iemand anders het al lang bedacht, maar nu bedacht ik het dus zelf. Nou, de kringloopuitdaging is dus een andere. En ik zei het eigenlijk vorige keer, zei ik het ook al. In deze tijd van het jaar, dan zit ik naar mijn klerenkast te kijken en denk, ja, ik heb het allemaal al een keer aangehad. Ja, ik weet het meer dan zat, maar ik heb het allemaal al een keer aangehad. Ja, kan ik dat weer aantrekken, dat weer aantrekken. En toen, dan heel dikwijls, dan zoek ik een uitdaging waardoor ik zelf mijn eigen garderobe ook weer anders zie. En mijn eigen bedachte uitdaging is Dries van Noten. Dries van Noten is een Belgische modeontwerper en hij is een van de 6 van Antwerpen. Voor diegenen die daar belangstelling voor hebben om dat te weten. De 6 van Antwerpen waren 6 modestudenten die afgestudeerd of bijna afgestudeerd waren. Die gingen naar Engeland toe, naar een tentoonstelling of een bijeenkomst van allemaal modeontwerpers. Maar ja, ze waren net afgestudeerd. Die waren totaal niet belangrijk. Dus ze zaten ergens in een hoekje, werden ze weggestopt. En omdat ze van die moeilijke namen hadden, dus wat Anne Meulemeester en Walter van Berendonk en Dries van Noten en Dirk van Zanen, dat Marina J. zat er ook bij, dan hadden ze zoiets van, ja, dat kunnen ze nooit uitspreken hier. En toen hebben ze de Antwerp Six genoemd. En zo werden het dus de 6 van Antwerpen. En die zijn eigenlijk alle 6 op hun eigen manier heel erg beroemd geworden. En nog steeds. Nou, Dries van Noten is dus 1 van die 6. En ik denk dat het inmiddels een 60er is, zoiets. Ik denk voor in de 60 schat ik hem zo'n beetje in. En die heeft eigenlijk altijd een heel eigen signatuur. En die signatuur is dat het draagbaar is. Hij heeft ook een winkel in Antwerpen naast het modemuseum, als je er belangstelling voor hebt. Is ernaast gewoon een klein winkeltje, maar een leuk winkeltje. Maar hij maakt eigenlijk hele draagbare kleding. Walter van Berendonk is veel extremer en ook veel minder draagbaar, bijvoorbeeld. Maar hij dus wel. En Anne Meulemeester heb je natuurlijk heel dat hele strakke, dat wat Japanse, dat hele donkere zwart, geen dessins. En Dries van Noten heeft juist heel veel dessins. En daar is hij ook beroemd mee geworden met die dessins. Maar wat hij doet ook in zijn ontwerpen, hij mixt dessins. En dessins die schijnbaar totaal niet bij elkaar passen, die doet hij bij elkaar en dan klopt het. En ja, ik vind dat geweldig. Ik hou daar enorm van. Dus dat daar spanning in zit, en maar een leuke spanning in. Het is vrolijk, want hij gebruikt heel veel vrolijke kleren. Het is echt gewoon heel erg vrolijk wat hij doet. En dat vind ik leuk. Dus ik wil hem eigenlijk gebruiken als inspiratie. Dus het niet zozeer de vorm van de kleur. De vorm is heel dikwijls, dat zul je ook zien. Ik zal een paar plaatjes bij doen. Zul je ook zien, de vorm is heel dikwijls heel simpel. Dus een soort van kokerrok. En met een trui of een blouse of een jasje. Maar heel dikwijls zie je dan bij die kokerrok zitten de laarzen onder. Die ook dat patroon van die kokerrok hebben. Kijk, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen. Of een gek tasje. Maar dan die van die dessins, echt super, super mooi. En kijk, als je natuurlijk daar niet van houdt, van die clash van dessins, dan kun je natuurlijk zo'n gedessineerde kokerrok kopen en daar gewoon een effen blouseje op doen, bij wijze van spreken. Of andersom natuurlijk. Maar dat is dus heel erg leuk. En dat is dus mijn inspiratiepunt voor deze week. En ik heb er al een paar op de foto gezet. Dus ik heb eigenlijk al mijn gedessineerde kleren
heb ik hier achter gehangen en zo. Van, oh, wat past mooi bij elkaar. En sommige dingen denk je, dat moet mooi worden. Lukt helemaal niet. Andere dingen denk je, nou, probeer het even uit. Dat wordt mooi. Tenminste, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar dat laat ik jullie eigenlijk zien. En voor degene die graag naaien, wil ik er even bij vertellen dat... En nu met corona weet ik het niet zeker hoe het nu zit. Maar Dries van Noten houdt 2 keer per jaar een stokverkoop. En dan kun je daar dus naartoe gaan. En het is aan de Kaaien in Antwerpen. Maar ik denk dat je het op Facebook kunt vinden. En anders op website Dries van Noten stokverkoop. Dan kom je er ongetwijfeld. Maar het is aan de Kaaien in Antwerpen. En het is een soort, ja, zou ik zeggen, een grote garage of zo. Het stelt allemaal heel weinig voor. En er liggen allemaal rollen van zijn stoffen. En die kun je dan allemaal kopen. Dus ik heb hier, ik zal het er ook bij zetten. Ik heb hier ook een paar stoffen van hem. Ik zal er eentje pakken. Kijk, hier zijn bijvoorbeeld stoffen van hem. Kijk, deze bijvoorbeeld. En die zou je aan 2 kanten kunnen gebruiken. Kijk, want deze kant is ook erg mooi. En dit was 1,20 meter. En dat zal gewoon dubbel breed zijn. Deze was voor 20 euro. Maar deze heb ik dus niet. Dit was gewoon een reststof. Maar sommige heb ik aan de meter gekocht. Dit is... ook een stof, ja, die ik ook heel erg leuk vind, van die blokjes stof zo. En deze, even kijken, er staat wel wat op. 2,50 meter en daar heb ik 34 euro voor betaald. En deze stof, daar zie je ook een broek van op een van de foto's, zal ik erbij doen. Zie je hier een broek van en dit is ook een wollen stof. En eens even kijken... ik denk dat dit 3 meter is en ik heb hier 90 euro voor betaald. Dus dat is best wel veel geld. Maar aan de andere kant, het is zulk prachtige stof. Mooie kwaliteit, mooie kleur. En toen had ik nog het idee van, dan maak ik, want ik heb dit al een paar jaar, dan maak ik ooit zelf nog wel eens iets van. Maar eigenlijk lukt dat niet meer. Ja, op zich, het maken zal allemaal best wel lukken. Maar ik ben natuurlijk zo vreselijk allergisch. En dan heb je veel met stoffen te maken en zo. En dat kan eigenlijk niet. Dat is voor mij eigenlijk geen doen. Maar ik kan het natuurlijk ook door iemand laten maken. Dus dat ben ik dan. Ik ken wel mensen die dat doen. Dus dan kan ik dat doen. Maar voor jullie misschien ook een tip. Want het is echt heel leuk. En er is enorm veel. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er niks meer is. Of dat je er 's morgens voor de openingstijd op moet staan. Nee, dat is helemaal niet nodig. Maar het is meestal een weekend. Of vrijdag, zaterdag, zondag zoiets. Is het. En dan is het in het... voorjaar en in het najaar is het stokverkoop in Antwerpen. En superleuk, superleuk. Nou ja, dit is eigenlijk zo'n beetje, geloof ik, mijn verhaal van deze week. Jullie gaan nu nog zien wat ik met mijn Dries van Noten uitdaging dus werkelijk allemaal ga doen. En, oh ja, dit is trouwens een blouseje. Dat was eerst een jurk. Dat was ook van de studenten, van de stylistes. Die hebben het eerst voor mij gekocht. En het was een jurk, maar de jurk was eigenlijk net te kort... Voor een jurk en te lang voor een blouse. Dus ik heb er gewoon simpel de schaar in gezet. Hup, en het is dus nu een blouse. En zo ben ik er blij mee, want ik vind het wel een hele mooie kleur. En bij mijn blauwe rok, waar eerst een vlek in zat en nu niet meer. Maar dat heb ik dus nu aan. En ik had er ook nog een blauw jasje bij aan. Het is vandaag toevallig helemaal in het effen. Maar ik laat jullie nu zien wat mijn visie van Dries van Noten is. Op mijn kledingkast en op mijn lijf met mijn spullen. Nou, ik hoop dat het jullie inspireert, want daar doe ik het voor. En voor het leuk natuurlijk, want ik vind het zelf ook heel leuk om te doen. Ik probeer jullie volgende keer weer mee te nemen naar de kringloop. En dan gaan we inderdaad, ga ik weer iets vinden, tuurlijk ga ik iets vinden. Nou, ik wil jullie super bedanken, want ik heb heel veel felicitaties gekregen. En nou, ik heb heerlijk taart gegeten, ook heel leuk en super blij mee. Dank jullie wel allemaal, alle nieuwe abonnees. Heel erg welkom. Ik hoop jullie te blijven inspireren. Dat jullie het leuk blijven om te zien waar ik allemaal mee bezig ben. En waar jullie misschien ook mee bezig zijn. En degene die de naam heeft bedacht, die heeft gereageerd. En die zou binnenkort contact met mij opnemen. En dan gaan we iets afspreken. Ik weet nog niet wat, maar daar ga ik iets mee doen. En dat probeer ik inderdaad daar ook te filmen. Maar dat is voor iedereen natuurlijk ook leuk. Nou, dat was mijn verhaal van deze week. Ik hoor graag wat jullie er allemaal van vinden. Hierna krijgen jullie zelf foto's te zien. En ik zie jullie graag volgende week in goede gezondheid weer terug.